Ja, oh, oh. Oh. Hoi, en welkom bij een nieuwe video. Oh, dat kon ik niet al te lang doen. Nee, het is wel goed dat de camera niet zo zwaar is. Hallo, leuk dat jullie kijken naar die vlog. Vandaag is het Halloween. Yay! Een feest wat we eigenlijk hier in Nederland helemaal niet vieren. Nee. Maar toch vond ik het leuk om wel iets speciaals te gaan doen. Een Halloween special op te gaan nemen. Dus, we hebben hier een pompoen en Miwam Knol. Hallo. Wat gaan we doen? De instructies zijn dat we een pompoen moeten uitrollen. Op de ouderwetse manier. Zodat er een kaarsje in kan en de pompoen niet in de fik vliegt. Toch? Dat was het doel? Dat vertelde je mij net. Even kijken hoor. Hier staat namelijk, de instructies staan hier achterop. Het zijn namelijk maar 3 instructies. Doe even slim, haal dat eraf. Ja, haal dat eraf. De instructies gaan als volgt. 1 is snijden en leegmaken. 2 is ogen en de mond opplakken en wegsnijden. Wie zit er al op? Nou, dat is toch handig, scheelt weer. 3 is een kaars introduceren. Oké, ik ga mijn haar heel vastmaken. Ja, dude. Wacht, we hebben hier een messenset liggen en 2 lepels om ze uit te rollen. Ja, nou wil ik toch eigenlijk een beetje aan jou vragen of jij de bovenkant eraf wil snijden, want dat vind ik een beetje eng. Ja, maar als ik de bovenkant eraf snij, dan neem ik de ogen mee. Nee, dat is dus niet de bedoeling. Oké, ik heb het ooit 1 keer gezien op YouTube. Ik weet hoe ik moet beginnen. Welk mes heb je nodig? Zoe? Ja, prima. Doe ik mijn brood ook mee, zo goed. Kijk uit hoor. Ik vind het gevaarlijk, Milan. Je moet eerst naar beneden en dan zo zeg maar een rondje maken. Dan alleen kun je deze kun je dan eruit tikken, toch? Nou ja, hier staat eigenlijk dat je hem echt zo... Nou ja, oké, is goed. Wow. Wow. Wat gevaarlijk. Hij zit vast. Nee, gevaarlijk. Kijk uit hoor, de mes is fucking scherp. Wow, je hoeft alleen het poepetje eraf te halen. I know. Je zit gewoon al vast. Oh, jij de pompoen vast. Oh, dat is levensgevaarlijk dit. Ja, ik denk dat we een te groot mes hebben. Denk ik. We gaan gewoon een gatje krijgen. We gaan gewoon proberen, kom uit te geven. Het moet zo. Oh, sorry, hij is dood. Zo moet het toch? Weet ik veel. Echt een hele handige instructie staat er ook niet op. Ja, want kijk, nu komt hij al een beetje los. Dus als we aan de andere kant ook nog doen, dan haal je zo dat midden eruit. Echt, als jullie van plan zijn dit na te gaan doen, alsjeblieft doe het met je ouders erbij. Want het is echt heel gevaarlijk. Oké, nu hebben we, zoals je ziet, een rondje gemaakt eromheen. Dus nu mag jij proberen om eruit te trekken. Ja, dat gaat toch nooit lukken, man. Wat een faal. Oh nee! Wat doe je nou? Hoe krijgen we dit nog weer goed? Ik weet niet wat het probleem is. Ik denk dat wij het probleem zijn. Zie je hoe moeilijk het is? Kijk! Nee, dan. Ja, maar hij komt wel omhoog, Milan. Jij met een mes is echt gevaarlijk, man. Beweeg het als een keizersnee. Hoe zou je bij jezelf graag een keizersnee willen zien? Mocht je dat ooit hebben. Zo moet je die behandelen. Hoe weet ik dat nou weer? Nou, niet zo, denk ik. Ja, hij gaat er al, hij gaat al. Hij gaat. Nu kun je meenemen. Oh nee, wat doe je? Oh nee, je moet hem eruit halen. Oh, nice. Oh my god. Hallo? Wow. Wow, die geur! Zo, de flikker. Zo, what the fuck? Dat is één grote horrorbal daarbinnen. Er zit een gat in. En wat we nu moeten doen... is uithollen. Ja, maar dit is toch nooit groot genoeg? Jawel. Hier zie je dat de halve pompoen eraf is. Doe jij nou weer? Ga je ijs scheppen? Ja, ik dacht, dat is misschien ook al een handige lepel. Je moet daar. Hey, ziet er vet eng uit. Ja, maar als dit al zo'n probleem was, hoe gaan we dan ooit die ogen en die mond oplossen? Ik dacht echt dat het gewoon één grote pompoen, ja zeg maar dit spul, dat het overal zat. Maar dat is helemaal niet zo, het is één groot spinnenweb. Moet je dat pitjes? Pompoenpitten, die kun je heel veel moeten kopen die. Fucking goede Nederlandse shit. Kosten heel duur in de winkel. Kosten die heel duur in de winkel? Die zijn heel duur, of ze kosten veel. Oh mijn god, 2 pitten vliegen er vandoor. Ja, ze moeten eerst even een beetje los. Kijk eens hoeveel pitten ik heb. Nou, hoeveel pitten heb je, jongen? Hoppakee, gek. Zo, we kunnen gaan verkopen. Wat ben je aan het doen? Gadver! Heel. Gadver! Milan, hou op, anders gooi ik dit in je gezicht. Wij zijn de pompoenbakkers.
Pompoenbakkers. Knol. Je kunt het beter met een mes even uitsnijden. Gadver. Ik dacht dat trek ik zo mee, maar het is echt alsof je gewoon zeewier. Nee, doe. Oh, gadverdamme. Nee. En het ruikt zo raar. Het ruikt niet zo lekker. Nee. Het is alsof, omdat wij Nederlanders dit nooit doen als traditie. Dus dat kennen wij helemaal niet. Ik moet denk ik heel even mijn handen wassen. Zou je denken? Oh mijn god, ik krijg jeuk in mijn hand. Straks ben ik allergisch voor pompoen. Oh, dat kan, ja. Moet ik een kleinere lepel pakken, schatje? Wow! Moet je een kleinere lepel? Denk ik. Een eetlepel of een theelepel? Ja, een eetlepel of een theelepel is wel heel erg klein. Of alle twee, misschien. Ben je later nog een theelepel? Ik heb een idee hoe we alle pitteren in één keer uit kunnen krijgen. Hoe dan? Het is misschien niet zo slim, maar wat nou als we deze hele pompoen vullen met water? Helemaal. Dan gaan al die pitjes gaan dan zeg maar drijven. En dan gooi je gewoon in één keer die pompoen leeg. En dan heb je alle pitjes in één keer eruit. Nee, je haalt van... Dat is een briljant idee. Alsjeblieft, laten we dat gewoon proberen. Oké, vol met water. Gelukkig zitten er nog geen gaten in. Zwemt er iets? Wow, wow! Hiel, kijk wat eruit hangt. Ja, dat moet er allemaal even af. En in hoeverre is die plan geslaagd? Hoe ziet hij er nou uit aan de binnenkant? Oh. Alles is letterlijk weg. Oh ja! Tadaa! Top, dan kunnen we nu beginnen met de ogen. Oké, okay, daar zijn we weer. We zijn helemaal niet weg geweest. Oké, okay, nu moeten we dan de ogen gaan doen. Dat doe ik wel voor mijn kleine. Kijk uit, hè. Ja. Ik kom eraan. Hij gaat er al doorheen. Ja, dat is de bedoeling. Oh mijn god, ik vind jou zo eng met een mes. Nooit naar je toe. Altijd het mes van je af. Je hebt het nu naar je toe. Ja, zo ja. Ja, maar dit wordt toch nooit een mooi oog? Hoe kun je hier nou weer een mooi oog van maken? Waar ben ik er nou al doorheen zo? Oh ja. Jij mag ook een oog doen zo. Yes, dus wat leuk. Kijk of jij het beter kan. Ja. Oh. Oh. Oh, eigenlijk moeten we een schaar hebben. Zo. Ja, maar dat ziet het er niet uit. Het lijkt wel alsof hij zeg maar vast zat met zijn oog nog. Ik vind dat ik het best goed heb gedaan voor een oog. Ja, en ook niet naar mij toe met het oog. Naar beneden doe ik hem. En doen we dan ook iedere keer een helft van de mond? Deze moet er nog op, hè? Deze eigenlijk ook. Oh, sorry! Niet dat zo'n die halve pompoen uit elkaar legt. Ik maak het oog wat groter. Nooit naar je toe. Nou, doe je het zelf. Naar beneden. Ja, maar wel naar je toe. Daar heb je gelijk in. Zo, volgens mij is die voor jou nog best wel mooi gelukt, hè? Wow, doe even normaal! Hoppakee, gek! Oh my god! Het hele oog gewoon een maand. Oh, tering, wat zijn we wit. Oh, hallo? Is it me you looking for? Zo, daar zijn we weer, hoor. Dat was slim, toch? We zijn weer gewoon in colors. Ik heb hem iets kleiner gemaakt zelfs. De grote. Je hebt hem wel mooier, vind ik. Maar ik vind hem alsnog wel gaaf. Het is best wel leuk eigenlijk, hoor. Wel een lekker creatiefie. Ik ben totaal niet creatief, maar ik vind dit oprecht nog wel grappig om te doen. Ook omdat het mijn allereerste keer is. Ja, mijn ook mijn allereerste keer. Ik ben blij. En ik ben echt niet creatief. Dat we samen onze eerste keer met elkaar beleven. Oh, oké. Okay. Oh nee, dan heb je een roze op je wang. Nou, ik ga weer voor de rechterkant. Maar wil je echt letterlijk met die mond al die hoekjes ook? Ja. Ja, tuurlijk. Het moet wel een uitdaging blijven. Je moet wel voorzichtig zijn nu, want het is nu heel slap daar. Omdat die twee ogen er al zijn. Snap je wat ik bedoel? Ik ben even bezig. Ik vind het echt leuk. Oh, ik ben al bijna bij de helft. Nou, doe maar gewoon alles dan. Nee, dikke toeter. Hoezo? Ik blijf wel in de Mina & Jill Challenge. We moeten kijken wie het mooiste heeft gemaakt. Ik haal mijn stukje er zo meteen gewoon uit. En dan mag jij verder gaan met jouw stukje. Ah. Zo, het is me wel een bevalling hoor, dit. Ik steek hem echt vaak van binnen. Ik ben er bijna. Ik zweer het, als je dit zonder beeld kijkt en gewoon alleen geluid. Ja, ja! Wow! Wow, hij moet kotsen! Dan moet ik nou mijn stuk doen? Ja, jij moet nou jouw stuk doen. Maar ik vind dat ik het aardig goed heb gedaan eigenlijk. Ik ben best wel trots op mezelf. Zo, het ruikt hier echt daar hard naar pompoen. Oh shit! Wat is er? Nes! Wat gebeurde er? Nes.
Ja, wel verstandig, Milan, dat je het zo doet naar de camera. Ja. In je hoofd zit ervoor. Nou, de laatste. De moment. Dus nu? Kijk, oh, je breekt bijna zijn tand af. Oh shit, kut. Ja. Ja. Oké. Ja, maar dit moet er wel uit, hoor. Ja, dat moet er wel uit. Wow, ik vind het best wel vet gelukt, hé. Het maakt niet uit, het hoeft niet perfect te zijn. Dat is juist... Gadver! Ik kreeg het in mijn hoofd. Ik kreeg het op mijn neus of op mijn hoofd. Oh, het splette helemaal. Okay, ik denk dat we nog één keer even dat waterding moeten doen. Ja, maar dat spuugt toch allemaal uit je bek? Of moet ik met mijn hand er even in? Ik wil niet! Het is echt heel fijn. Nou, het riekt wel hoor. Het voelt echt een beetje als zeewier of zo. Ja, alsof je zeg maar met je voet over de bodem gaat van zo'n plas. En dat je niet weet wat je voelt. Dat je denkt, wat de fuck is dit allemaal? Wat ligt hier allemaal? Ja, dan voel je allemaal van die plantjes en zo tussen smurrie. Wow, kijk even op de camera, jongen. Hij is echt wel vet. Ik ga een kaarsje pakken en een aansteker. Jij gaat je handen wassen. En dan komen we soms weer terug. Oké. Dit is het uiteindelijke resultaat en nu is het moment van de waarheid. Want waarom maak je een pompoen? Waarom hol je een pompoen uit? Omdat je er een lichtje in wil kunnen doen. Oh. Dus, ik heb een vaccinelichtje gepakt. Die moet ik hier ergens in kunnen plaatsen. Top. Hij staat. Ik zou hem gewoon vanaf de mond aanzetten. Nee, moet toch zo dan? Nee, dat is toch onhandig. De vlam gaat toch omhoog. Ja, zo. Ja. Wacht, we moeten het hier even donker maken. Je zit hier kut van. Oh ja, kijk uit dat hij er niet in valt. En dit is onze pompoen! Ik ben er oprecht wel trots op hoor. Ik ga hem vanavond wel aanzetten. Ja? Ja. Ik ben benieuwd als jij dit ook gaat doen. Tag me dan zeker even op Instagram of stuur me je foto via Twitter. Ik ben heel erg benieuwd. Maar nogmaals, als je dit gaat doen, doe het dan alsjeblieft met of een oudere broer of zus of een ouder. Dat je in ieder geval weet dat alles veilig gebeurt. Want ik wil absoluut geen foto's waarin vingers eraf liggen of wat dan ook. Dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Milan, heel erg bedankt voor het meedoen. Graag gedaan en tot volgend jaar bij de nieuwe pompoen. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei! Nee, het is erg harig. Je keel is niet zo harig. Het is wel je keel. Daar heb ik allemaal roze op mijn wang. Nee. Nee, omdat ik dat er nu heb afgeveegd. Zie je wel? Ah, oh, gadverdamme, dat deed oma ook altijd.